In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Harmon. En hij heeft een open relatie. Duo of trio? Duo. Met of zonder condoom? Zonder condoom. Geven of ontvangen? Geven. Helemaal loslaten of vertrouwen? Een beetje ertussenin. Dat mag niet. Kiezen. Helemaal loslaten of vertrouwen? Vertrouwen. Liefde of lust? Liefde. Wat houdt een open relatie in? Een open relatie houdt in dat je eigenlijk gewoon een relatie hebt, maar je niet monogaam bent, dus je mag ook anderen zien. Want hoe is dit dan zo bij jou begonnen? Open relatie van mij en mijn vriendin is begonnen toen we op reis waren. Toen hadden we gewoon nog een normale, niet open relatie. Na een maand of 4, 5 dacht ik op een gegeven moment, ik weet niet meer zo goed wat ik wil met mijn relatie. Want je zit 24/7 op elkaars lip eigenlijk. Je hebt af en toe dat je een dagje wat zelf doet. Kijk, je bent wel op reis, je bent de hele tijd allemaal dingen aan het doen, maar je bent de hele tijd met dezelfde en dat begon op een gegeven moment. Ik voelde een bepaalde druk. Dus toen heb ik gezegd, ik denk dat het goed is om elkaar even niet te zien. Hoe reageerde zij daarop dan? Ze was het er niet mee eens, maar ze zei wel, ik kan je niet, als jij dit voelt en als jij dit denkt nodig te hebben, dan geef ik jou die ruimte. Want als ik je nu bij me hou, dan ga ik je waarschijnlijk sowieso verliezen. Heeft sowieso geen zin. En dat heeft sowieso geen zin. Dus het is met veel tegenzin van haar kant zijn we uit elkaar gegaan. Anderhalve maand ons eigen ding gedaan, toen zijn we weer samengekomen. En toen heb ik op een gegeven moment in dat gesprek gezegd, ik ben een keer vreemd gegaan. En haar reactie was, dat is mij ook overkomen, ik ben ook een keer vreemd gegaan. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, nou, misschien werken wij wel zo. En wat kwam daar toen verder uit? Dat we een open relatie gingen proberen, dat we kijken hoe het ons zou bevallen. We hebben een paar afspraken daarover gemaakt, maar we hebben niet uren of dagen lang samen gefilosofeerd en gediscussieerd over hoe dat vormgegeven moest worden. Pas enkel, we hebben elkaar anderhalve maand niet gezien. We zijn ontzettend gek op elkaar en we willen helemaal niet zonder elkaar. Maar het moet op één andere voorwaarde. En op welke voorwaarde? De relatie is verder gegaan op voorwaarde dat we met andere mensen zouden mogen zien en met anderen naar bed mogen. Waarom ben je niet gewoon single? omdat ik een fantastische vrouw tegen ben gekomen waar ik helemaal niet zonder wil. Ik heb inmiddels 5,5 jaar een relatie, denk ik. Waarvan 3,5 jaar inmiddels een open relatie. Je hebt lichte ups en downs in iedere relatie. Je bent het ene moment iets gekker op iemand en het andere moment kan het een beetje zakken. Maar ja, ik zou echt niet zonder mijn vriendinnetje willen. Dus ja, voor mij geen enkele reden om single te zijn. Maar wat mis je dan in je eigen relatie wat je zoekt bij anderen? Ik ben niet heel specifiek naar iets op zoek bij anderen. Maar het geeft een heel vrij gevoel, denk ik, dat je weet dat het kan. Dat als je ergens bent, je ontmoet iemand, je hebt een gesprek met iemand, je voelt een bepaalde klik met iemand, dat je daaraan mag toegeven. Dus dat geeft een bepaald gevoel van vrijheid. Want die vrijheid, die heb je niet als je een gesloten relatie hebt. Want je bent met één iemand. Die specifieke vrijheid heb je niet, nee. Heb je veel seks? Ik denk niet dat ik bovengemiddeld veel seks heb, nee. Wat is een beetje een score in een maand? In een maand? Wat bedoel je met scoren? Met een gemiddelde maand? Dus met hoeveel... wat gemiddeld per maand aan mensen is 1 en een beetje. Want ik zie niet heel veel andere mensen. En hoeveel ik seks heb... gemiddeld 2 à 3 keer in de week, denk ik. En dus denk ik ben je ook dan... niet iemand die iedere dag moet neuken. Dat. Nee. En denk je dat je door je open relatie wel meer bent gaan seksen? Nee, ik denk dat daar niet heel veel aan veranderd is. De afwisseling maakt het nog iets interessanter, maar ik ben er niet veel meer seks van gaan hebben. Ben je wel veel meer op zoek gegaan naar seks? Ook niet. Ik heb hele fijne seks met mijn vriendinnetje. Dus het is meer als je iemand tegenkomt en het gebeurt, dan gebeurt het. Maar ik ben niet constant op zoek naar andere vrouwen. Waarom niet? Want het kan toch? Ja, dan is dat waar je constant behoefte aan hebt, is dan de vraag. En blijkbaar niet. Maar is dat dan een soort van magisch ding van het mag? Dus dan wordt het ook gelijk veel minder interessant. Ja, maar daar zit een beetje de aanname aan dat mensen die niet een relatie hebben en geen seks hebben met anderen, iedere dag, de hele dag dromen van seks met andere mensen, toch?
Nou, ik kan me dagen herinneren waarbij ik wel iedere dag denk aan het neuken van iemand anders. Ja. Ja, maar goed, dan heb je nog denken aan en het doen. Het echt doen, en ja. Dat het mag, betekent niet dat je vervolgens 15 uur per week wil besteden aan seks met andere vrouwen. Ja. Dat het mag, wat ik zeg, het is een stukje vrijheid en het is leuk als het gebeurt. Maar een constante drang naar anderen, nee, dat niet. Weten jullie van elkaar wat jullie uitspoken? Nee, hoeven we niet van elkaar te weten. We hebben gezegd, je mag doen met anderen wat je wil, als je het maar veilig doet. En dan is het oké. Wil je het dan niet weten of hoef je het niet te weten? Ik hoef het niet te weten. Hoe kan dat? Ja, komt toch weer terug bij, ze doet iets waar zij blij van wordt. En dat is oké. Je moet elkaar ook vertrouwen en de ruimte geven om te doen wat je zelf belangrijk vindt. Je bent niet alleen maar een eenheid en je bent niet altijd toe aan het werken aan ontwikkeling samen. Je blijft heel erg je eigen mens. Juist in een relatie überhaupt is het denk ik heel belangrijk dat daar ruimte voor blijft. Dat jullie dat niet van elkaar weten, is dat ook een bepaalde afspraak die jullie hebben gemaakt? Nou, we hebben tegen elkaar gezegd dat we het niet nodig vinden om alles aan elkaar te vertellen. Dus dat je vertelt wat je gedaan hebt als er naar gevraagd wordt. Of als je behoefte hebt om het te vertellen, dan moet je dat doen. Maar that's it. En zijn er dan andere afspraken die jullie hebben? Ja, afspraken is veilig. Niet met exen, niet met vrienden en niet met familie. Die vind ik zelf erg leuk. Dat leek mij heel erg vanzelfsprekend, maar dan heb je het in ieder geval maar gezegd. Oké, ja. En dat is het. En is het dan niet zo, als er een afspraak is gemaakt, dat het dan des te interessanter wordt? Om het met om het exen, wel te doen? Of om, nee. Met vrienden? Nee. Maar het lijkt me ook zo kut om een afspraak te hebben als je een open relatie hebt. Want je hebt toch juist een open relatie, zodat je je vrijer kan voelen? Ja, dat is een goed punt. Maar je moet toch ergens, denk ik, bepaalde omgangsnormen vasthouden samen. En je geeft elkaar heel veel ruimte. Maar dat betekent niet dat je dan echt eindeloos kan doen wat je wil. Want je moet toch tot op zekere hoogte rekening. Je moet altijd een beetje rekening blijven houden met elkaar. En eigenlijk als je dus een nieuw iemand zou ontmoeten, ja, dan mag daar dus alles mee. Ja, wat is alles? Ja, vul maar in. Ik zou het mijn god niet weten. Maar alles kan dus. Alles kan, ja. Als je het maar veilig doet. Wat vind je van het idee dat je vriendin het met andere mannen doet? Ik vind dat als ik het met andere vrouwen doe, dat zij het dan met andere mannen kan doen. Veel meer dan dat is dat niet. Het is een beetje de voorwaarde die hangt aan wat ik mag doen. Ja. Als ze zich maar binnen haar eigen grenzen houdt, maar daar heb ik verder niet zoveel mee te maken. Dat zijn haar zaken. Want ik denk dus dat heel veel mensen dat heel moeilijk zouden vinden. Zeg maar het idee echt dat hun vriendinnetje geneukt wordt op weet ik veel wat voor manier door iemand anders. Ja, dat denk ik ook. Dat de meeste mensen daar de problemen zien. Of dat niet willen. Zelf allemaal dingen willen, maar daar niet de prijs voor betalen. Vind ik ook niet helemaal de goede term. Maar het doet me verder niet zoveel. Ik lig er niet wakker van. Ik lig er niet over te malen. Dus het is onderdeel van de verhouding die je hebt, van de afspraken die je hebt. Zou je het niet een naar idee kunnen vinden dat je vriendin gewoon door iemand anders misschien wel ontzettend lekker wordt geneukt? Nee, het lijkt me eigenlijk heel vervelend als iedere keer dat ze door een andere kerel geneukt wordt, dat het helemaal niks is. Dat zou ik denk nog vervelender vinden dan dat ze vaak goede seks met anderen heeft. Ik kan het soms ook niet helemaal aan mezelf uitleggen. Het is een beetje hoe het is. Bestaat vreemdgaan in een open relatie? Wat een leuke vraag. Bestaat vreemdgaan in een open relatie? Ja, ik weet niet of je het dan vreemdgaan kan noemen, maar of als je niet aan afspraken houdt, ja. Als je hebt onveilige seks, dan is dat op een bepaalde manier vreemdgaan, denk ik. Niet eerlijk zeggen wat er gebeurt, is op een bepaalde manier ook vreemdgaan. Maar vreemdgaan is natuurlijk best wel een afgekaderd iets met, je hebt een relatie en je zoent of je hebt seks met iemand anders, dan ga je vreemd. En dat hele concept van wat vreemdgaan is, verdwijnt natuurlijk op het moment dat je een open relatie hebt. Ja, ga jij dan wel eens vreemd? Ja, ik ben binnen mijn open relatie wel eens vreemd gegaan. Ik heb wel eens een fout gemaakt en dat niet eerlijk gezegd. En waarom zeg je dat dan toch niet, terwijl er zoveel wel gezegd mag worden? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat je iets fout doet en dat niet zegt, is in mijn ogen iets wat voortkomt uit angst en schaamte. Ik heb onveilige seks gehad en ik denk dat ik er mee weg kan komen door snel een SOA-test te doen of zo. Of ik gok erop dat er niks aan de hand is en het is niet oké.
maar dat is gebeurd. Wil je ooit weer terug naar een gesloten relatie? Ik denk het niet. Misschien dat er allemaal dingen veranderen als we op een dag gaan samenwonen. Of als er kinderen in het spel komen. Of vind je dat dat dan moet veranderen? Nee, vind ik niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat mijn gevoel erover dan verandert. Ik denk vooral dat ik nu allemaal dingen kan roepen over wat ik over 15 jaar wil. Maar dat ik daar geen zinnig woord over kan zeggen. We zijn even aan het fantaseren. Ja, we zijn even aan het fantaseren. Ja. En als ik aan het fantaseren ben, dan denk ik niet dat daar iets aan hoeft te veranderen. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast via de link in de beschrijving. Nou, dat was hem. Lust jij trouwens limoen of liever citroen? Limoen. Ja? Ja. Oh, ik zou nou nooit voor limoen kiezen. Waarom niet?